Dames en heren, omdat mijn vorige video een beetje misging met vrachtwagenchauffeur en aangezien aflevering 17 online kwam in plaats van aflevering 16, ga ik het zo met jullie doen. 16 en aflevering 17 komen in één aflevering. Dus geniet van deze dubbele aflevering vrachtwagenchauffeur Vincent. Let's go! Oké, ik ga het proberen te vertellen. Het gaat me lukken. Oké, ik heb een oom en hij is heel rijk. En mijn oom heeft mij heel veel geld achtergelaten. En door dat geld heb ik eindelijk een eigen truck kunnen kopen. Het is wel een van de goedkoopste. Het is ook niet echt een van de mooiste. Maar het is iets. En ik wil gewoon eindelijk eens met dit spel eigenlijk. Wil ik gewoon eens een keer heerlijk naar Amsterdam toe. Want zoals we op de kaart zien hebben we nog maar 10% ontdekt van de hele mapkaart. En als ik uitzoom, dan is dat ook echt een hele grote kaart. Maar wat ik wil gaan doen is lekker naar Grunningen. Eigenlijk via Amsterdam. Dus dan gaan we eigenlijk proberen om vanuit Rotterdam naar Amsterdam te komen. En van Amsterdam door naar Groningen. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Maar dat zie je na het intro. Even kijken welke toets dat was. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent Chauffeur! Ja, en je hoort het al jongens, we zitten al in onze truck en ik kan hem even laten zien wat onze truck inhoudt. Oh jee, dat klinkt niet goed. Ik weet ook niet welke knop het is om in die truck te zitten. Dit is hem, juist. Oké, nou het is een heel kleine truck, er staat van alles aan, mijn ruitenwissers. Zo, even kijken, weet je wat nou het punt is? We moeten bordjes volgen, want ik heb geen navigatiesysteem. Nou ja, die is kapot. Ik heb hem kapot gegooid. Ik heb hem uit het raam gegooid. Ja, hij deed niet goed. Ja, dan gooi je zoiets uit het raam. Dat is gewoon logisch. Zo. En het is een lekker trucje. Want hij gaat lekker snel. Hij remt goed. En ik zie daar al de Euromast, jongens. We zijn heerlijk in Rotterdam. Daar beginnen we ook. Daar staat onze auto in de stellage. Onze auto staat daar gewoon. Onze vrachtwagen natuurlijk. Vrachtwagen. Oh, oh, het was groen. Rijd door. Rijd door. Ja, meneer. Dit klopt niet, hè? Jongen. Groen licht. Rood overtreding. Vind je het gek als ik 10 minuten voor groen moet staan? Jeetje, man. Gezeik alweer. Het is alweer een heis om uit Rotterdam te komen. Ook in het echte leven, hoor. Als je even naar Rotterdam gaat. Jeetje. Alleen maar stoplichten. Het is gewoon realistisch, dit spel. Ja, groen. Ik ga naar achter. Wacht even. Dit ging niet goed. Ja, het gaat weer goed. Nou, daar kunnen we niet heen. Daar naar voren. Dat is afgezet. Ik weet ook niet waarom. De makers dachten van, we gaan daar niet bouwen. Weer rood liggen. Jongens, ik word hier niet goed van. Volgens mij is het grijze waar we nog niet zijn geweest. Ik ga het eens proberen. Want ik zie daar op de mapkaart een grijs stukje. Ja hoor. Oh, wat gaaf jongens. Dus de mapkaart wordt gekleurd door geel. Dat wist ik niet. Zo, even de bocht nemen. Dan ga ik sowieso de bocht nemen naar rechts en dan weer naar rechts. En daar staat Amsterdam. Juist jongens, nou dit wordt genius. We gaan eindelijk voor het eerst naar Amsterdam. Waar ook toevallig de Banjo Studio zit. Oké, dit gaat goed. 50 km per uur. Nou ja, die snelheidsboete kan er nog wel bij. We hebben nog €941.744 over. En dit is gewoon geen snelle vracht. Dus we kunnen eigenlijk op ons gemakje doen. Maar we moeten ons eigenlijk wel aan de verkeersregels houden. En is dit... Oh jongens, ik heb hier een trauma van, net als een vriend van mij. Dit is een tunnel. En die loopt inderdaad in Rotterdam. En die tunnel gaat onder de waterweg door, als ik het goed heb. Maar die tunnel, daar mag je maar 50 km per uur. En dat is gewoon uit veiligheid. Dat is gewoon zo... Oh. En ja, die tunnel die is vrij lang. Maar wel gaaf, want hier zijn we nog. Daar zijn we nog nooit onder geweest. Ik zag die man dus echt niet achter mij. Ik keek ook niet mijn spiegels. Dit is een nieuwe truck, jongens. Nieuwe vrachtwagen, even wennen weer. En dit is ook heel creepy, want ik heb ook geen vracht bij me. Dus het is enkel de vrachtwagen. Het is de wagen alleen. Want de vracht hebben we niet, dus de vrachtwagen gaat de vracht eraf. Dus alleen de wagen. Dit is wagenchauffeur Vincent. Dit keer. En we mogen hier 100, dus ik mag een klein beetje gas terug gaan nemen. Maar dit is allemaal nieuw gebied, want we gaan namelijk richting Amsterdam. En dat wisten jullie waarschijnlijk al.
Je hebt op het moment geen vracht. Geen leveringsopdracht. Leveringsopdracht moest dat zijn, denk ik. Ik zie halve woordjes. Schade? Nee. Oké. Okay. Oh, nog geen schade. Hebben we geen schade? Wat is toch schade? Nee, we hebben geen schade. Mooi. Dat is mooi. Maar ja, het nadeel is natuurlijk ook dat we ook moeten tanken natuurlijk. En we krijgen hier geen geld voor. Maar het is enkel om die mapkaart gewoon te verkennen. En gewoon een keertje een ritje Amsterdam is ook wel leuk. En die ben ik ook nog nooit geweest. Dus ik zie voor het eerst weer nieuwe omgevingen. IJmuiden is naar rechts. Amsterdam-Groningen. Nou, daar gaan we eens even naartoe. Amsterdam-Groningen. Het is aardig rustig op de weg hier in Nederland. Dat verwacht je niet. Ik weet niet welke dag het is. Staat dat ergens erbij aangegeven? Amsterdam. Naar voren, denk ik. Moeten we naar voren? Ja, want links slaan we af naar IJmuiden. Oké. Okay. Daar zijn we trouwens ook nog niet geweest, IJmuiden. IJmuiden. Waar de voltjes fluiten. Maar niet in Euro Truck Simulator. Want daar zijn ze allemaal dood. Dat is echt zo. Oh, dat was een lekker bochtje, maar hij ging iets te snel. Jongens. Oké, laat ik even op één spoor blijven. 50. Oeh, ja. Het voordeel is wel dat hij lekker optrekt wel. Ik denk dat we hier naar links moeten. Ja, ik neem de volgende afslag. Oké, mocht je 50 hier links gaan we naar Amsterdam, jongens. Ik ben heel benieuwd hoe Amsterdam eruit ziet. We zijn wel snel van Rotterdam naar Amsterdam. Amsterdam. Oké, hier naar links. Maar ik zal dit keer wel stoppen. En eventjes netjes kijken. Kan ik gaan? Ja? Oké, cool. Thank you. Zo. Oké, we zijn eindelijk in Amsterdam. En dat betekent dat we ook 50 mogen hier. Dus ik hou me netjes aan de regels. En kijk eens jongens, Amsterdam ontdekt. Het is groen. Gewoon stilstaan. Doen we ook normaal, doen we dat ook. Even kijken. Amsterdam. Nou, rechts zie ik een hotelletje. Of wat is het? Een bedrijf? Heb ik het nog niet ontdekt? Oké, dan moet ik echt ingaan om het te ontdekken. Ik ga de rood. Geen overtreding? Oké, mooi. Dat is alleen maar mooi. Ik zie hier nog meer bedrijven. Ik weet niet of het vrachtwagenbedrijven zijn. Ja, kom maar op. Kom maar op. Ik sta een beetje... Oh, zo. Voor mij sta ik net goed. Ja, ik kan er een beetje meer erbij. Kijk. Nee, wat? Ik sta er nog voor. Ja, dit is serieus. Het gaat weer nergens over. Ik stond precies voor de rode, voor de lijn. En dan gaan ze zeiken. Oh, daar kom ik trouwens ook in volgens mij. Allemaal bedrijven hier, wat grappig. Ups, UPS, ups. Ups. UPS, sorry. Ups zit hier ook. UPS, even kijken. We gaan gewoon eens naar binnen, hoor. Even kijken. Wat is UPS? Misschien heeft hij wel een levering voor ons. Niet dat ze me willen aannemen, maar wie weet. Ik moet een groene symbooltje hebben. Wacht even. Zo. Een cadeautje. Wat is een cadeautje? Compagnie. Kijk om de opdracht te bekijken. Oké, UPS heeft dus ook wandpanelen. Oh, wat fantastisch. Je kan dus opdrachten doen vanuit... Oké, dus je moet eerst naar een bedrijf toe en daar krijg je opdrachten van. Oh, wel gaaf, joh. Moet je kijken. UPS heeft natuurlijk maar een paar dingetjes. Maar deze, die wandpanelen, vind ik eigenlijk wel heel erg gaaf. Ik ga gewoon die wandpanelen gelijk doen. De trailer is gereed. Ga naar de laadplaats. Rij naar de groene vlag. Ik zie hem staan. Hij staat achter ons. Ik weet niet of we hem kunnen zien. We moeten dat via dit moment, deze manier doen. Kijk, daar staat hij. Oké, dit is mijn vrachtwagen. Hij is echt cute. Oké,
Oké, dit is echt vet, jongens. We doen gewoon random een opdracht en dat is wel gaaf. We gaan nu wandpanelen van de UPS gaan we verzorgen. Dus de... Zo, dat was net op het nippertje. God, weer die camera. Zo, dit is beter. Deze kamer gewoon houden. Oké. Nou, dat is mooi. We weten gelijk wat we gaan vervoeren en dat het wandpanelen zijn voor mij heel breekbaar, denk ik. Het ziet er opbreekbaar uit. Oké, we gaan dus wandpaneeltjes brengen en we weten nog niet zo heel veel informatie. Ik weet wel dat ik... even kijken, 21 ton aan wandpanelen. En wordt zaterdag moet het geleverd worden om 12:30 uiterlijk. Krijg er wel 20.000 voor, dus dat is wel aardig. En het is groen licht en we hebben 1% schade aan onze vrachtwagen. Nou, dat maakt op zich niet uit, maar het is natuurlijk de bedoeling dat we dat wel houden, die 1%. Gio is er helaas dit keer niet bij. Maar de volgende keer, hij was even druk. Gio kan het ook af en toe druk hebben, die kan niet altijd mee in de vrachtwagen. Het was wel jammer, jongens. Vorige keer had ik een hele leuke aflevering opgenomen. Twee leuke afleveringen. Van ruim een uur bij elkaar, dus dat was best wel lang. En die twee afleveringen die waren zo krankzinnig gek en leuk, dat ik was vergeten om mijn microfoon aan te zetten. In de instellingen dus. Dus dat was eigenlijk een beetje een trauma voor mij, want ik kon ook niet voice-overen, dat was niet te doen. Ik had ook heel leuk op een mondharmonica een liedje gemaakt voor jullie. Maar om de details te besparen, helaas is de video weg. Ik vind het zonde, ik kon er niks aan doen. Nou ja, ik kon er wel wat aan doen. Ik moest mijn instellingen gewoon even nakijken van tevoren. Maar nu is alles goed. Nu moet je mijn stem horen, als het goed is. Dus, het is helemaal perfect weer. Nou ja, en als een extraatje heb ik dus mijn oom stiekem... Oké, ik geef het toe. Ik heb mijn oom gevraagd om geld, oké. En nu ben ik eindelijk, want ik vond het te lang duren. En ik bedoel, mijn level was weer gedowngrade, omdat er weer een update kwam van het spel. En... ik moest weer een paar mods moest ik weer weghalen en dat kon weer niet. Dus moest ik weer een oude save game moest ik weer herladen. Dus ik begon van level 8 naar level 5 weer. Oh. Dus ik begin dan weer vanaf level 5 en toen heeft mijn oma eigenlijk gezegd van oké, weet je wat? Ik geef je geld en dan kan je je eigen truc gaan kopen. Dus ik helemaal van... Yay! Ik gelijk de goedkoopste uitgezocht zodat ik nog genoeg geld heb voor de boetes. Zo erg is het. Nee, maar dat is wel grappig dat we nu ook eindelijk gewoon wat veel geld hebben. En dat we nu gelijk meer kunnen sparen. En natuurlijk in mei groot nieuws, jongens en meisjes. Ik mag nu officieel aan jullie groot nieuws vertellen. De makers van Euro Truck Simulator zitten gewoon niet stil. Ze hebben natuurlijk ondanks een Going East uitbreidingspakket hebben ze... Het was... groen. Oké, rustig. Een bus rijdt op mij af omdat ik door groen ga. Dus die, en dan moet ik boete betalen omdat die bus tegen mij aankomt. Oké, dit is de Euro Truck Simulator logica. Maar het maakt niet uit. We bijten ons er doorheen. We doen alsof er niks aan de hand is. Alsof er niks is gebeurd. Nou, daar is wel wat gebeurd. Maar we doen alsof het gewoon mijn fout is. Allemaal mijn schuld. Ja, je mag niet door rood licht en niet door groen licht. Nou, dan gaan we proberen door oranje licht volgende keer. Jeetje, is het zo moeilijk. Wat ik wou zeggen, Euro Truck Simulator zat niet stil. En de spelmakers hebben een nieuwe game ontworpen. En die komt in mei al uit. Echt waar. En met Bol.com kon je hem zelfs al pre-orderen. Dus jullie weten vast en zeker wat ik binnenkort ga doen. Dat is gewoon die game kaart kopen. En dat heet American Truck Simulator. Dus in plaats van Euro Truck Simulator America. En echt jongen, die vrachtwagens zijn prachtig. Ik ben geen vrachtwagenfan als ik eerlijk ben, maar ik vind het spel gewoon ontzettend vet. En ook de graphics nog mooier dan dit, geloof ik. Ook al zit hier nog een graphics mod op, hè? Kan je nagaan. Of heb ik die eraf moeten halen? Ik weet het niet eens meer. Ik weet niet eens of de mod er nu op zit. Volgens mij zit die er wel op, hoor. Maar ja, dus American Truck Simulator. Ik kan nog niet garanderen wanneer die komt. Maar laten we wel zeggen dat die er komt. Gaaf, man. American Truck Simulator. En ik heb je kan wel wat screenshots googlen. Ik heb een aantal screenshots gezien. En het zag er inderdaad veel mooier uit. Veel beter. Het zag er wat creatiever uit. Het spel zag er gewoon creatiever uit. Gewoon met voorwerpen en
de stad en zo. Je hebt natuurlijk, het speelt zich af in Amerika. Dus je krijgt allemaal van die hele leuke, misschien wel van die cowboy plaatjes en zo. Dat lijkt me wel echt heel gaaf. In die woestijnomgeving. En dat is natuurlijk heel anders dan in Nederland. De koude kikkerland met de bloemetjes en de weet ik het allemaal niet. En de regenbogen en de kaaskoppen, weet ik het allemaal niet. Nou, we gaan niet naar rechts, want we gaan... Ik weet niet eens waar we naartoe moeten. Ja, naar rechts. Oh, maar ik weet niet welke plaats. Ergens in Duitsland, geloof ik. We gaan naar Zurich. Maar Zurich zijn we al een keer eerder geweest in de Eurotruck Simulator. Oké. Nou ja, maakt op zich helemaal niks uit. Het belangrijkste is dat we 100 mogen en dat we nog geen schade... Hebben we schade trouwens? Oh, 1% schade aan de wandpanelen. Dan gaat me een bijslag. Ik zou waarschijnlijk extra bijslag krijgen, ja. Nou, maakt op zich niet uit. Die boete komt er ook nog wel af. Ik heb nog €939.644 over. Dat moet allemaal goed gaan. Het is ook jammer dat ik... Ik weet niet of ik hier ben geweest, maar we gaan echt langzaam. We gaan echt super langzaam. Ik hou mijn pedaal echt keihard ingedrukt. Maar dan komt omdat die wandpanelen wegen... Heb je het gezien, jongens? 21 ton. Prachtig. 21 ton. Zwaar, joh. Ja, jongens, ik kan echt niet harder, joh. Dit is echt ongelooflijk. Voor mij zit mijn truck echt te trekken aan dat ding. Nou, ik vind het wel mooi. Ik vind die wandpanelen echt heel gaaf gedaan. Kan ik naar achter kijken? Ach, verdomme, moet ik weer alles dat doen. Sorry. Camerapunt, ik moet nog even een handig knopje ervoor vinden. Wat zijn dit voor knopjes eigenlijk? Oh! Oh, dit is ook voor... Ik kan op het stuur... Kan ik ook knopjes indrukken voor links en rechts. Maar beter. En we gaan hier een tunnel over. Of een tunnel. We gaan een brug over. En deze brug... Ik weet niet waar we zitten. Zal ik eens kijken? Uitzoomen? Nog maar bij Rotterdam? Oh ja, we zijn natuurlijk naar Amsterdam gegaan. Klopt. Ja. Oké, dan weet ik niet wat deze brug is, maar dan moet daar Rotterdam zijn ergens nog. Dat kan best wel kloppen. Kijk hoor, zien we nog... Nee, ik zie geen Euromast. Ik zie wel wat bootjes. Ook fantastisch, bootsimulator. Heb ik ook gespeeld. De enige die simulator die volgens mij één keer heb gespeeld, maar niet echt goed, was Flight Simulator. Dat vond ik geen reet aan. Dus je zal mij nooit in een vliegtuig zien, mensen. Ik heb ook nog nooit gevlogen. Nog nooit in mijn leven, maar daar wil ik wel een verandering in brengen. Ik wil namelijk in de vakantie in Londen. En Londen is helemaal niet duur. En Londen is gewoon gaaf. Het nadeel is natuurlijk dat je nog steeds niet in euro kan betalen daar. Dat zou ik waarschijnlijk niet gaan veranderen. Dus dan moet je alles weer om gaan zetten, weet je wel. En je moet natuurlijk... Ja, ik hoef niet eens de auto te rijden. Ik heb nog geen rijbewijs, dus ik hoef ook niet links te rijden. Dus daar hoef ik niet druk om te maken. Maar ik geloof dat het helemaal niet duur is als je naar Londen wil. Er gaan ook heel veel mensen altijd naar Londen. Moet eens kijken als je op Facebook zit. Altijd Londen tripjes. Iedereen gaat naar Londen. Hè? Nou, ik vrees, als ik het zo zie, dat mijn truck niet harder dan 70 of bijna 80 km per uur gaat. Dus dit wordt een heel relaxed ritje. Nou ja, dan kunnen we in ieder geval waarschijnlijk minder kans maken op een snelheidsboete. Maar ja, in Rotterdam heb je sowieso al een boete van snelheid, een snelheidsboete altijd. Of je gaat door rood licht. Dat is altijd zo. Brussel. Oh ja, we komen nou richting Duitsland. Oftewel, we gaan de grens bijna over, zie ik nu. We zien natuurlijk de streep in de mapkaart. En dan kan ik nu zeggen... We zijn bijna de grens over in 3. Oh nee, dat is nog niet de grens. Maar daar lijkt het wel op. Ik weet het niet. Ik weet het nou echt niet meer. Zitten we nou in Duitsland? Dat kan toch niet zo snel? Er staat wel Duisburg. Is dat nog van Nederland dan? Düsseldorf. Volgens mij is dat... Oh, natuurlijk België. Denk ik. Ik weet het mijn god niet meer, jongens. Ik kijk me gewoon... Ik rij me gewoon... Ik heb hier een tomtommetje. Hij werkt gelukkig weer. En ik volg gewoon de TomTom. Het leven van een vrachtwagenchauffeur. Dat is wel grappig hoor. Dan zit je in de bus naar school. Ik ga ook dan naar school natuurlijk. En dan zie je... dan kom je langs een parkeerplaats. Waar ook vrachtwagenchauffeurs slapen. Dus dan zit je te denken van... Ja, het is, zo gaat het ook gewoon, weet je. Dit is best een realistische serie. Dit is best een realistisch spel ook.
Kijk, nu snap ik het. Dit wordt een grens, zie ik. Als je inderdaad de vlaggen, dat betekent dat er een grens is. En Duitsland. Nou, oké, toch goed, Duitsland. Komen we nu in. Ja, hol! Je mag hier 50. Nou, allemaal hoela. Ik ben blij dat ik 100 rij nu. Daar heb ik verdomme een kwartier over gedaan. Ik heb geen zin. Ja, Nou, die auto's rijden toch... Zo! Het wordt er gelijk ook druk. Weet je wat ik ook nog nooit in al die afleveringen heb meegemaakt in het spel? Een file. Ik weet dat je daar niet blij van wordt, maar ik heb het gewoon nog nooit meegemaakt. En ik zit er eigenlijk op te wachten totdat het een keer gebeurt. Ik weet ook niet of je het in de instelling kan aan- of uitzetten. Maar als het goed is, zou het gewoon onverwachts moeten komen. Net als een file, zeg maar. Dat moet ook onverwachts komen. Of er is een aanrijding op de weg van mij of iemand anders. Merendeels mij, denk ik. Ik heb nog nooit echt een aanrijding gezien in real life. Nou, ik bedoel... Nee, niet in real life. In dit leven, van waar ik nu in zit. Zo, dat was één mooie sportcar. Ik weet niet of jullie het zagen net. Iedereen gelijk terugspoelen. Links op de weg rijden best wel... Daar nog één. Er rijden best wel mooie cars, joh. En we rijden 101. Ik wist niet dat mijn vrachtwagen dit ging halen. Dus iedereen gelijk printscreen. Wauw! Ik moet sowieso een betere truck gaan sparen, maar dan moet je hoger level zijn, heb ik begrepen. En een hoger level komen, moet je meer gaan, meer bedrijven gaan helpen. Het zou mooi zijn als ik bij UPS, ik wil daar niet vast voor gaan werken, maar ja, als ze toch een mooie job voor me aanbieden, dan vind ik dat wel uber fijn. Want nu we een eigen truck hebben, kan ik geen snelle vrachts meer doen en dat mis ik. Ik ga uitzoeken of ik dat nog wel later kan doen, maar dan zou ik denk ik mijn truck moeten verkopen. En ik ben nou zo gewend aan dit ding, bijna. Ik vind het trouwens helemaal niet mooi, hoor. Het was dat ik hem moest kopen, want dat was het enige die te koop was. Dat was een beetje het mindere van alles. Düsseldorf, Köln, Köln. Daar zijn we bijna dan ook geweest. Köln. Köln zeg je eigenlijk, Keulen, maar Köln zeg je. Op zijn Duits, denk ik. Oké, oh, dit bochtje kan ik volgens mij nog vaag herinneren. En dan moet je niet met 100 doorheen gaan. Vooral niet als je wandpanelen hebt. Dus wat ik nu ga doen is heel klein beetje gas terugnemen. En bij gas, want er gaat een heuvel op. Dat wil je niet met wandpanelen. Volgens mij ging dit best wel mooi, dit bochtje. Ja, de panelen zitten er nog op, dus ik denk dat het goed ging. En dames en heren, wil je weten hoe dit verder gaat? Kijk in de volgende aflevering van Vincent's Vrachtwagenchauffeur. En dan kom je er zeker weten achter. Ik bedank jullie ontzettend hard voor het kijken. En ik hoop dat jullie dit informatieve aflevering vonden. En ja, dan gaan we gewoon op weg naar Duitsland met onze UPS-lading. Doei doei! Kijk eens, wat een mooie grote brug. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze ontzettend leuke aflevering. Nou, dat weet ik niet of het een leuke aflevering gaat worden. We moeten heel saai naar Duitsland toe. Met onze wandpanelen. Tot na de intro. Wandpanelen, echt. Okay, people, let's go to work. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goede beur, Vincent Chauffeur! Yeah! Zo! En het haperde een beetje het intro. Net als vorige keer het outro haperde. Maar dat kwam ineens omdat mijn Eurotruck Simulator niet samengaat met mijn outro. Of mijn intro. Ja, jongens, het blijft de computer, hè? Hè? En jullie vragen natuurlijk alweer af. Vincent, waarom heb jij die ruitenwissers aan? Dit is juist om regen te voorkomen. Oké, ik doe ze maar gewoon uit. Sorry, ik heb geen smoes ervoor. Sorry. Ik vond het gewoon leuk om even mee te spelen. Ik heb hier gewoon allerlei knopjes en dan moet je gewoon af en toe aanzitten. Hè, 40 km per uur. Dat is echt het snelste wat mijn truck heb gehaald, volgens mij. Ik ben benieuwd of we op tijd komen, want ik haal het gaspedaal halen. Ik kan het niet harder indrukken gewoon. De poot staat helemaal recht gewoon op het gaspedaal. Komt natuurlijk ook omdat ik heb natuurlijk 21 ton aan wandpanelen bij me. Ik zal het nog even laten zien voor de mensen die ineens nieuw zijn met de serie. Wat ik nou in godsnaam aan het doen ben, maar dit ben ik aan het doen. Zoals je ziet heb ik dus een aantal wandpanelen bij me. En nou, het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. Mooie autootjes op de weg. Ik vind het
een heerlijke dag. Het is gewoon een heerlijke relaxdag. Want deze wandpanelen hebben we dus gehaald bij UPS. Bij UPS. En UPS is een bekend bedrijf. Gewoon een bedrijf wat je ook op de weg ziet. UPS. En UPS had voor mij wandpanelen. En ik heb daar gekozen omdat die het meeste opleverde. En wat het meeste oplevert, geeft mij het meeste XP. En wat het meeste XP mij geeft, geeft het hoogste level aan mij. En het hoogste level geeft mij een betere truck. Dus een sterkere truck. Dus ik denk dat als ik een duurdere truck koop, ik veel sneller met mijn vracht en meer behulpzaam met mijn vracht om kan gaan. Want dit is echt de goedkoopste truck die ik kon kopen. Ik wil niet zeggen dat die slecht is. Maar ja, het is nou niet een van de stevigste volgens mij. Hij rijdt wel lekker op zich. Hij heeft ook best wel een leuk interieur. Interieur. Oh! Weer de verkeerde knop, sorry. Ik kan alleen maar dit laten zien zo. Oh, we gaan door het gras. En we volgen de rode draad. Dat is grappig, een rode draad volgen. Nou ja. En we gaan direct naar links, want we gaan naar een plaatsje in Duitsland. En daar zijn we al een keer eerder geweest met de truck simulator. Dus het is voor jullie eigenlijk niks nieuws. Maar het is namelijk in Zürich. En Zürich ligt in Duitsland. Ja. We gaan hier dadelijk naar links toe. Omdat het moet. En eindelijk geen stoplicht. Ik denk dat daar... Oké, ik moet duidelijk een betere truck gaan kopen, Spa. Want dit is echt een... Dit is echt een hele slechte, jongens. Wel mooie sportieve auto's. Oké, ik moet hier naar links. Ik zal gelijk... Oh, kijk die oude wagen! Oké, ik weet niet hoe die staat. Maar volgens mij staat die dicht bij me. Oké, die auto gaat naar... Gewoon door! Jongens, ik heb een scheidhekel aan die bochten. Je kan ze nooit nemen. Want er komt altijd een mogol. Die komen altijd op je af. Er rijdt geen politie. Die houdt niks in de gaten. Niks in orde. Oh, dat. Prachtige auto. Zo'n Beetle. Ik vind ze heerlijk. Zo compact, zo klein, zo'n kevertje. Zijn ze ook een mooie auto's, jongens. DHL. Robbie. Nee, Robbie, kom me niet vrijgezellen. Ik dacht ze komen vrijgezellen hier. Oh, we horen een Robbie. Je zit niet in mijn truck toevallig, hè? Jawel. Niet. Kijk, wacht. Nou, dat kan niet, want ik ben op de weg. Oh. Oh, ik zie het al. Je bent handsfree. Is dat het handsfree? Waarom bel je me? Waarom bel je me? Bel je niet? Je bel me. Je staat op handsfree. Handsfree? Ja? Wat is een handsfree? Laat me niet uitlachen. Ik lach je toe. Oh. Weet je niet wat handsfree is? Handsfree? Ja? Handsfree? Wat zou het in het Nederlands betekenen, denk je? Handenvrij. Nou. Waar zal dat voor dienen? Wat zou je, als je op de handsfree bent, wat zou dat betekenen, denk je? Dat je je handen niet aan het sturen hebt. Ja, wel degelijk. Ja? Ja, natuurlijk. Maar waarom zit ik dan op de handsfree of wat zeg je? Nou, je belt me toch? Mijn telefoon niet over, dus ik zeg ja op de handsfree. Wat? Het is zo. Dat heb je ook in auto's. Dan heb je natuurlijk wel. Dan kan je gewoon een klepje kopen. Of zo'n hoesje waar je mobiel in gaat. En als die afgaat, dan kan je hem opnemen. En dan kan je hem gelijk op de handsfree zetten. Dus dat je gewoon je handen niet aan je telefoon hoeft te houden. Ik dacht dat je je handen niet op je stuur hoeft te houden. Ja, dat moet af en toe. Hè. Je moet gewoon af en toe je handen op het stuur houden. Anders gaat het helemaal verkeerd. Af en toe maar hoor. Maar je wist niet wat handsfree betekende. Ja, ik heb er wel van gehoord. Maar ik dacht dat je het over het stuur had. Ja, ik heb het over van alles. Zullen we die vrouw gaan inhalen? DHL? Dat is wel mijn concurrentie. Oeh! Ik raakte hem niet aan! Het was een aanrijding. Net dat puntje, jongen.
Net dat puntje. Ik vind het trouwens een ontzettend gave omgeving. Ik ben nou in Duitsland, Roy. Ja? Oh, ja. Wauw. Maar dat gaat wel van jouw kosten af, want jij belt me via je telefoon. Of gaat het dan via mijn kosten af? Het kost geld als je naar buitenland belt. Of heb jij een abonnement weer? Oh, zo ja. Maar als jij in het buitenland zit... Dat kost jouw geld, toch? Kost het jou meer? Niet. Kost jou meer. Bel. Jij belde mij. Nee. Waarom? Ik weet het niet. Ja, je kost jou meer. Volgens mij niet, hoor. Als je in het buitenland zit, dan kost het toch meer? Oké, we rijden nu op de snelweg. En nou, het is niet echt een snelweg. Het is eigenlijk een binnendoorsweggetje. We gaan langs allerlei boerderijtjes. Oh, ik hield mijn mond, want ik zei, want ik zie amper vogels, maar er vliegen weer een aantal vogels rond. En of het nou grote adelaars zijn of weet ik veel wat het zijn. Maar het zijn altijd dezelfde. Daarom ben ik zo, de vorige keer in de aflevering hield ik het over American Truck Simulator. Ik ben benieuwd hoe wat ze doen met dieren en zo. Vogels, weet je, dat is toch realistisch. Want ja, je ziet altijd wel vogeltjes in de lucht. Was wel grappig hoor, vorige keer. Toen vertelde ik over dieren, we zien nooit dieren op de weg. En toen kwam ik langs een boerderij met koeien, schapen, weet ik het allemaal niet. Ik dacht van, het is me nooit opgevallen, maar ik zie haast nooit dieren langs de weg of zo. Ja, beter langs de weg dan op de weg. Ja, die, of dieren die staan te liften, weet je wel. Dat zie je ook nog wel eens. Zo'n schaap die weer naar Schotland moet of zo. Ja, dan kan die toch mooi met je mee. Prachtig omgeving dit. Oh, dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Wat een zigzagweg. Ik word misselijk, man. Oh, dit is een grote bocht. Dit is een risico wat ik moet nemen. Oh, dat was echt een heel zwaar risico. Maar het is ook zwaar, met over zwaar risico gesproken. Die wandpanelen, 21 ton, Roy. Je wat? Ik heb 21 ton aan wanden bij me. Wanden? Ja. Van die schuifbuis. Nee, van die betonnen wanden. Bij UPS, bij Ups. Oké. Okay. Ik was bij Ups langs. En ja. Ups had, die had van die panelen bij me. Die had van die panelen bij me. Je moet hier meenemen, kreeg wat een seintjes voor. Ze zei van, nou, mag wel een persijn, wil je persijn? Ik zei, wil ik wel hebben. Ze zei van, nou, dan kom halen dan. Ik zei, wat moet je doen dan? Moet je naar panelen zorgen, naar Duitsland. Natuurlijk moet een paar panelen naar Duitsland. Ik zei, nou, is goed, neem ze wel mee achterop. Ik heb een nieuw teruggekocht. Ik pas een paar centen verkeerd van mijn oom, want die was doodgaan. Ik kreeg een paar seintjes van. Toen kreeg ik net een seintjebank, waar ik een paar trucks kon kopen. Maar ik kon er maar één kopen, want ik had een bepaald level. Nou, toen ging die level, hoe level zijn, dan kan ik die truc niet kopen. Dus ik zei van ja, dan komen die goedkoopste maar. Dat was maar een paar tientjes of zo, was niet zo duur. En dan had ik nog een paar over, had ik nog 39 en een paar boetes eraf, had ik nog 37 euro over. Zo weinig over. Ja, ik moet op de trein wachten, dus ik kan niet verder reden, want dan krijg ik een boete, krijg ik nog minder. Dan betaal ik onder de 37.000 euro. Kan ik dan ook niet onderlieven. Nee, maar dan moet ik wachten tot ik een hoger level ben. Dan moet ik een paar, moet ik hebben, ik zeg even de Ups langs. Nou Ups, ik wil nog wel eventjes dat we die wandpanelen brengen. Maar dan moet ik even naar Duitsland toe, krijgen we ook verder voor 20.000 euro. Dus nou, dat is een beetje het verhaal. Oké. Okay. Ja, dus het is niet bijzonder, maar het is in ieder geval wat. Ja. Zal ik het nog een keer herhalen, Anders? Nee. Nee? Oké. Okay. Deze omgeving ken ik. Want dit yeah? Hier heb ik een keer in de nacht gereden, dacht ik. En heb ik een keer iemand ingehaald en toen had ik een keiharde boete gekregen. Nou ja, mijn boetes gaan niet hoger dan 500. Maar ik weet in ieder geval wel, als mijn panelen beschadigen, mijn wandpanelen, dan krijg je ruzie, hé? Ja, dan krijg je ruzie, hé? Dan moet je maken, hé? Oké. De bad mijn baas, hè? Zeg, wat is het nou? Wandpanelen? Zijn verdomme brakste brokstukken? Nee, ja, kijk, weet je wat mijn wandpanelen is? Nou? Ja, blijven panelen. Want, ja. Want panelen zijn ook panelen, toch? Ja, dat is, toch, yeah. Dat is misschien dubbel op, maar wandpanelen zijn ook panelen.
Dat is echt de uitspraak weer, jongens. Uitspraak voor vandaag. Maar dit is zo ontzettend mooi. Zo'n weggetje langs zo'n heel leuk stromend riviertje. Fantastisch. Lijkt dat niet leuk? Je moet voorstellen, hè? Ik weet dat je het nog niet kan zien. Maar voorstellen, hè? Ja. Leuke riviertjes. Had ik niet verwacht in Duitsland. Dacht alleen maar bergen. Alleen maar bergen. Bergen en had er geen auto's. Nee, dat is niet alles, hè. Zo'n rivier. Een stromende rivier. Weet je wanneer een rivier harder stroomt? Nou? Als er Afrikaanse krokodillen zitten. Hoezo dan? En die zwemmen keihard en dan gaat het water gelijk... stroomt gelijk... Dat is echt zo. Is genetisch getest. Nou, joh, die Beetle weer voor me. Ik vind het een kei schattige wagen. Maar als ik met 12 km per uur een berg op moet gaan met wandpanelen, want panelen zijn ook maar panelen, dan word ik hier niet vrolijk van. En deze, oh my god, jongens, dit is zo'n... Oh, dit is zo... Serieus, is er een file? Nee, wat is daar aan de hand? Oh, ik wil het zien. Kom, rijd door, rijd door! Wat is hier? Het is lekker druk. Oh, wat leuk. Ik vind het heerlijk. Lekker file, file, file. Nee, het was gewoon een kleine opstopping. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik weet wel dat ik heel erg rustig rij hier. Het weer van morgen. Weet je, zo'n stroom, slakken gangetje, weet je wel? Hé, hey, Marowie. Ja? Je luistert naar mij. Ik weet precies wanneer je weet of het meer geld voor mij of voor jou kost. Zal ik zeggen? Ja? Als jij wacht op je telefoonrekening, jij ziet vanzelf, als jij schrikt, jij denkt, oh shit. Maar ik ook misschien schrik, want allebei wij lang praten. Toch? Is toch normaal? Nou. Ja, ik weet nog steeds niet hoor. Voor mij betaal je meer. Ja, jij belt naar mij, jij belt naar mij toe. Jawel, jij belt naar mij toe. Ja, maar dan nog. Ja, nou, jouw schuld, dus dan krijg jij de centen op jouw rekening. Want je hebt geen rekening gehouden met hoe duur het kost. En dat geldt ook voor jouw rekening. Wauw. Oh, ik zie auto's op een stellage. Een stellage? Op een stellage. Een gekleurde auto's, ja, die zitten voor me op een grote op een truck, weet je wel. Als ze zo'n import van die auto's kopen, zit er nog een kenteken op, hè. Dan worden ze naar zo'n grote handel, zo'n autoverkoperij worden ze gebracht. Kunnen ze daar verkopen, of ze kunnen er even leuke rondjes in reden. Het maakt niet uit wat ze doen, als ze maar er vanaf komen na 2 jaar. Nou, dan nemen ze gewoon die man die is ook gewoon. Dat is ook een vrachtwagenchauffeur. Misschien is dat wel iemand anders. Ik vind, daarom vind ik het jammer. Waarom is dit spel niet online? Waarom is de mogelijkheid niet dat jij ook op de weg gaat zitten en dat we allebei samen een vracht gaan leveren aan een bedrijf? Waarom bestaat dat niet? Oh, gezellig. Wat? Ga je samen rijden, vracht afleveren. Nou ja, Jill moet elke keer achterin zitten in de tank. Dat is ook niet leuk. Zoveel leuk als hij ook een eigen truckje hebt. Ja, toch? Ja. Want panelen zijn? Ook gewoon panelen. Ook gewoon panelen. Wandpanelen? Wandpanelen zijn wandpanelen van panelen. Ja. Hey. Aha. Oké, kunnen we hier rechtdoor? Ik hoop dat er nu niemand van rechts en links komt. Er komt iemand, maar die wacht netjes op ons. Want ik ga voor! Oké, sorry. Oh ja, toeteren. Oh jee, ik ga die man daar weer inhalen met die auto's. Die is nog steeds niet op tijd gekomen dadelijk, hoor. Oh, we mogen in berg op. Oh jee, ja, Duitsland, je merkt het meteen. Berg naar berg. Dat hebben ze echt heel leuk gedaan. En die zooi even lekker opgevuld met zonnebloempjes hier. Ik wil hem niet gaan inhalen hoor, want... Maar hij rijdt zo langzaam. En dan gaat hij weer bovenop zijn rem staan, kom op. Ik wil niet afremmen, dat vind ik hopeloos.
Maar als ik ga bumperkleven, kijk, daar gaat hij op de remmen! Kom op, Frankfurt, ik moet niet naar links. Oh, weet je als hij ook naar links moet? Hé, we zijn er vanaf. Wat een mongode op de weg. Volgens mij staat mijn agressieve rating op over de 80% of zo. Jezus. 29% schade. Bezoek meteen een werkplaats. Ik heb een werkplaats nodig. Oh jee. Ik weet niet of we nog op tijd komen dan, joh. Naar een Duitse werkplaats. Weet je wat dat betekent, Romy? Een Duitse werkplaats? Oh. Dat een werkplaats is in Duitsland. Nee. Ja, echt waar. Echt? Ja, ik heb nog gebeld en ze dachten dat ik ze in de zeik hiel en zo, maar... Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze vrachtwagenchauffeur voor Vincent. Ben benieuwd of ik het red en of deze vracht nog heel in huis aankomt en of hij nog inderdaad een... Hey, ups, weer een ups. Was er geen concurrent van mijn vriend? En of wij nog een werkplaats vinden in de benodigde tijd. Dat zie je in de volgende aflevering van Vincent's vrachtwagenchauffeur of vrachtwagenchauffeur voor Vincent. Bedankt voor mede, Roby. Ga je nu eindelijk ophangen of niet? Ja. Ja, want het blijft toch rekening, hè, voor jou. Doet. Ja. Nou, doei.